Het is 25 april en mijn hoofd draait volle toeren over het UWV-gesprek gisteren. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme. Of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Gisteren had ik een gesprek bij de UWV over mijn financiële situatie en de ondersteuning die de UWV daarvan kan bieden. Op het einde van de vlog hebben jullie gezien dat ik al een e-mail heb gekregen van de UWV. Eigenlijk is die e-mail een doorgestuurde e-mail waar een andere afdeling gevraagd wordt om de casus zeg maar verder uit te gaan zoeken en te kijken wat ze kunnen betekenen. Heb ik even voor nodig gehad om dat door de mail heen te lezen, merkte ik gisteren ook al. Ik merkte dat na het gesprek mijn hele hoofd eigenlijk helemaal vol was. Ik probeerde van allerlei dingen te gaan doen, maar er kwam uiteindelijk niet zo heel veel uit mijn handen. Ook bij mijn zoontje waar ik was ik de hele tijd maar bezig in mijn hoofd met te malen over wat er gezegd was, wat daar de gevolgen van zijn. Ik beschrijf het wel eens aan mensen zo, ja, het is eigenlijk een hele geavanceerde mindmap die in je hoofd zit waar 100.000 verschillende opties zijn die je allemaal bedenkt en die je misschien niet zozeer kunt vertellen, maar die een soort webachtig iets wat in je hoofd gesponnen wordt, waardoor je een vorm van duidelijkheid krijgt. Of juist helemaal niet. Ik heb op dit moment namelijk nog helemaal geen duidelijkheid, maar ik weet wel dat er in mijn hoofd zeg maar dat gaande is. Waar leidt dat toe dat ik daar in mijn hoofd heel veel mee bezig ben? Nou, dat leidt ertoe dat ik eigenlijk weinig ruimte heb voor andere dingen. Ik had gisteren bijvoorbeeld heel graag alle reacties die er op de vlogs en op Facebook gekomen waren willen beantwoorden. Maar ik merk dat ik daar dan heel erg vastloop, omdat ik al in mijn hoofd bezig ben met dat proces. En dan kan er niet zo heel veel bij. En dan lijkt het heel erg mooi omdat ik een vlog maak en daarin allerlei dingen vertel. Maar dat is dan het enige wat ik kan doen. Ik merk heel erg dat er daarna voor sociale dingen steeds minder ruimte is. En dat heeft in mijn leven best vaak geleid tot mensen die dan zeggen, ja, maar waarom beantwoord je mijn berichtje niet? Waarom beantwoord je mijn vraag niet? Waarom beantwoord je mijn e-mail niet? Waarvoor is die e-mail nog niet beantwoord? Ik hoop er in mijn leven uiteindelijk naartoe te gaan waar ik dus minder van dit soort stressmomenten heb. En die momenten heb ik gekend. Dat er in mijn hoofd meer ruimte is om die sociale dingen te doen. Want die zijn heel erg belangrijk voor mij. Ik had er gisteren een avond nog een gesprek met een klant van mij over. En hadden we het eigenlijk over hoe het belang is van de bla bla bla, zoals hij het noemde. Maar dat is eigenlijk het sociale gedeelte. Ik zie bij heel veel mensen met autisme, en misschien herken je dat doordat je er vakmatig mee bezig bent. Of doordat je zelf autisme hebt. Of dat je ouder bent van een kind met autisme. Dat soms het hoofd zo vol is dat sociale er niet meer uitkomt. En als we het dan hebben over een autismevriendelijke maatschappij waar we het dan vaker over hebben, dan hoop ik dat daar begrip voor is voor mensen die anders met situaties omgaan. Weet je hoe we dat vroeger noemden? Volgens mij noemden we dat te stillen. Er worden ook wel grapjes over gemaakt, te stillen genieten, maar dat is weer iets anders. Wat ik eigenlijk wilde zeggen, het UWV-verhaal is hier in mijn hoofd nog niet afgesloten. Gedurende de dag zal dat hopelijk gebeuren. En wat mensen dan vaak zeggen is, Gijs gaat er met proberen om er met iemand over te praten. En dat is nou juist lastig. Als je alle informatie, alle puzzelstukjes nog niet hebt, dan gaat het praten niet zo makkelijk. Mooi blouseje aan, haar gekamd. We gaan er helemaal voor.